Hi Steenbok, leuk je kijken naar de Korte Weekhoroscoop van Amandela. En deze week is het voor week nummer 25. Dat is van maandag 20 juni tot en met zondag 26 juni. Dan een kaartenschud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Steenbok alsof je deze week even wat rustig aan wil doen. Alsof je even voor jezelf gewoon aan het bedenken bent. Waar sta ik? Wat heb ik nodig? Het zou een vakantieperiode kunnen zijn. Het zou in ieder geval even een stukje zijn waarbij je echt even lekker pas op de plaats wil maken. Ik heb het idee dat er niet zo heel veel gebeurt. In ieder geval geen dingen die je heel erg naar buiten wil brengen of die heel erg meteen veranderd moeten worden. Wel heb ik het idee dat je wat naar de toekomst gaat kijken. Dat je wat aan het mijmeren bent. Misschien wel over dingen aan het nadenken bent van wat wil ik gaan veranderen naar de zomerperiode of wat wil ik nu eigenlijk voor mezelf misschien wel op poten gaan zetten. Alleen het is een stuk wat vooral in de planningsfase zit, wat vooral misschien in je hoofd mag zitten, waarin je gewoon wat zaadjes aan het planten bent om te gaan kijken van welke kant gaat het op. Het lijkt dus allemaal niet zo heel concreet te zijn. Maar ik heb wel het idee dat het vooral belangrijk is dat je in deze week echt even die rust neemt en gewoon gezelligheid opzoekt. Want dat lijkt het stukje te zijn wat deze week wel heel erg belangrijk voor je is. Dit was weer de Korte Weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.